eerste show die wordt uitgevoerd op dit kamp. Avier. Dit jaar hebben wij weer een paar nieuwe vrijwilligers. Zijn het vrijwilligers? We nemen aan dat het vrijwilligers zijn die hier iets gaan opvoeren. Wij hebben meerdere soorten acts. Er zijn 3 acts die lopen door het hele programma heen. En er zijn meerdere acts die een act als zichzelf met de andere acts op de achtergrond door kunnen gaan. Ik weet dat we een beetje klaar zijn. Wij zullen dit jureren en aan het einde kiezen wij een winnaar. Die krijgt ook een prijsje. Wat is de prijs? Ja. IJs. Ja, ja, ja. Chocolade als prijs. Oh, ik ga chocolade. Ik ga dansen. Nou, jullie wil wel. Nou, ja. Dat is wel leuk. Oh, ik ga geen dansen hoor. Nou, om te beginnen willen we met het uitzonderlijkste talent dat we hier hebben. Want iedereen heeft het vast wel meegemaakt. Opeens hangt er een kind aan je arm. En ja, die wil niet meer weg. Je bent je arm kwijt. Dus we wilden graag Hanna naar voren halen. En we wilden graag ook een levend klimrek naar voren halen. Ja. En daaronder vallen Mara en Inge. Nee. Ja! Dus jullie mogen tijdens alle acts mag Hanna jullie als levend klimrek gebruiken. Ja! Ik denk op de prijs. Denk op de prijs. Ga voor die chocola. Ik wil die chocola. Maar dan was Inge. We hebben gemerkt dat Inge, dat Maartje en Rick elkaar erg aardig vinden. Heel erg aardig. Dat ze ook erg houden van opsnuk. En je hebt natuurlijk ook Wouter. Wouter, oh, grappig. Dan kan hij er zelf wat tegen. Nee, dat gaan we dus nu bewijzen. We willen graag vragen aan Maartje en Rick of zij wat make-up en misschien wat leuke accessoires nou, zouden Anne, kunnen jij vindt, vinden jij vindt voor Wouter. Nou, Maartje, een kleine broekje. Maartje en Rick, of zij even wat make-up of en spullen willen halen om Wouter op te maken. Ik heb lippenstift erg goed. Wat blijft zitten? Heel lang blijft zitten. Heel lang mogen. Ik heb hem ook een koplang. Die ik de hele vakantie al niet gebruikt heb. Nou, dan hebben wij nog een derde act die ondertussen kan worden uitgevoerd. Iedereen die op huttentocht is. Iedereen die op huttentocht is geweest, die weet het wel. Slapeloze nachten, elke keer weer wakker. En het komt allemaal door die ene persoon. Je hebt oordopjes in en je wordt wakker. En dan moet je kussen op je hoofd leggen en dan kom je nog steeds niet in slaap. Graag een applaus voor Tim het snufkanon. Wat een talent. De hele tijd alles verstoren, een beetje gesneugd. Ja, dat klopt heel erg. Komt nu tijdens alle acts. Je mag in je stoel lekker blijven snurken. Kom erbij, Sint-Niel. Wel, je stoel even bezig. Ja, je kan het chocola weer winnen, hè? Ja, ik snurk rustig verder. En dan nu. Als eerste main act wordt uitgevoerd door Mia en Rob. Oh jee. Een improvisatiestuk over een lange huttentochten. Shit. Holy shit. Holy shit, jullie man. Dat ben jij. Oké, pauze. Even zitten. Ze zit wat weer zo ver weg. Heb je nog iets in die zak zitten? Oh nee, niet van die steenkaas. Lekker. Het zweet al, papa. Zweet? Niet een zweet buik? Ah nee. Je bent al zo wit vannacht met al die vlekken. Dat is een zout. Ja. Dat wil ik niet hebben. Oké. Hé, pauze voorbij. Kom op, schat. We gaan weer verder. Schiet toch eens op. Ver? Ja. Even een begrepen eens kijken. Waar zijn die kippen? Jezus, wat een looptijd hebben we al hebben. Beweegtijd. Beweegtijd. Nee, je
Ik had een lensbril nodig, joh. Dan zie ik zelfs mijn GPS aan. Volgens mij is het daar. Het is daar. Goed, hè? Oh, jullie zijn de jury! Improvisatie, en je komt op dit programma, moet je toch wel echt iets bedenken? Stelletje. Gaan we door? Ja, ik heb hier een bad. Een hele mooie bad. En deze is voor één persoon. En die persoon is Peter. Die zou er heel graag even voor willen staan. Welke? Peter van Mara hierin. Ik zie het. Van Mara had er al verhalen voor. Over een eerder bergpartkamp. Oh nee! Met een net! Hoe durf je? Het is gewoon niet waar. Had een heel leuk idee. Hij wilde graag zijn muziek opzetten. En nou, ik heb de hele terugtocht naar zijn muziek geluisterd. En we zijn erachter gekomen dat Jurjen eigenlijk wel heel erg houdt van metal. Dus hij wilde graag een ode aan metal van Jurjen. Dan mag hij zelf gaan schreeuwen. En dan mag hij ook eens zijn muziek erbij doen. Dan mag hij best een grip houden. Yo! Komt ie nog? Nee. Kom maar, jullie zijn je arm kwijt. Nee, oh nee, Anna, je gaat hem niet. Het is een Oda metal, dat kun je. Gezellig, je mag er eigenlijk bij draaien. Oh, de make-up komt ook aan. Make-up mag daarheen. Ja, nee, jij is even op voor zo. Ik ben er klaar voor, hè? Maatje, je moet een hoofdlamp op doen. Ja, dat is het. Nou, jullie laten de chocola gaan, heel jammer. Maar gelukkig hebben we nog een laatste act voor vandaag. Nou, laatste act. Andere mensen in de stad. En deze hebben een stand-up voorbereid. Ik wil graag met twee kampleiders over het zware kampleven. Als kampleider. Kampcoördinatoren. Piano mafia. Ja. Papa. Jij hebt overleg, hè, zo dadelijk. Weer. Ik heb het Ben jij deze? Ik heb nu baas wil dat we niet omwisselen. Dat gaan we doen, maar dan
Wat lig je er achter met haar? Harder praten! Ik hoor jullie niet! Er snurkt hier iemand steeds doorheen! Laat die snurker eens stoppen! Ha 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 ha!